Voel je niet schuldig als je een bepaalde gewoonte die jij van je ouders of van je opvoeders hebt geleerd, als je die laat vallen in jouw leven? Dat is wat ik leer van mijn Oosterse spirituele meester Osho. Om conditioneringen, dat wat ik geslikt heb, wat ik aangenomen heb, wat ik als patroon tot me genomen heb, van mijn ouders, van mijn voorouders, van mijn opvoeders, om dat opnieuw te onderzoeken en als het niet bij mijn leven past, te leren laten vallen. En dat is soms niet makkelijk. Soms voelen we ons schuldig als we iets anders gaan doen dan onze ouders. Omdat we dan bang zijn dat we niet meer de liefde zullen ontvangen van onze ouders. We zijn bang dat we niet meer dan loyaal zijn aan onze ouders. Dat het feit dat we iets op een andere manier gaan doen, dat zal betekenen dat we hun niet waarderen of hun laten vallen. En heel vaak is het ook zo dat er vanuit een ouder een verwachting is dat het kind iets op dezelfde manier zal doen of blijven doen als de ouder aan het kind geleerd heeft, omdat dat een soort bevestiging geeft van de ouder, een soort gevoel van, oh, het kind, ik leef verder in mijn kind. Wat ik gegeven heb is waardevol, want mijn kind blijft het doen. Het andere wat kan gebeuren, als je een gewoonte of een patroon of iets wat je geleerd hebt van je ouders, als je dat loslaat omdat het niet past in je leven, is dat je kwaad kunt worden op de ouder. Van moet je eens kijken wat je mij aangedaan hebt, moet je eens kijken wat je mij geleerd hebt. Je hebt me een valse waarde bijgebracht. Het klopt niet eens. Het dient me niet. Maar dat is de andere kant. Maar ook dat is niet waar het om gaat. Want op dat moment heeft je ouder of opvoeder het beste aan jou gegeven wat die kon geven. Vanuit wat in die tijd passend was of kloppend was voor de ouder in die omstandigheden. Met dat wat de ouder zelf had meegekregen en zelf weer had geleerd. En wat je hebt ontvangen kan ook een opstap juist geweest zijn, is vaak een opstap geweest naar waar je nu bent. Stel je bent met hele strikte religieuze patronen opgevoed en die hebben je bekneld. En juist vanuit die beknelling heb je je bijvoorbeeld geopend voor een andere weg en ben je op de weg van meditatie gekomen, of yoga, of tai chi, of een vrijere vorm van religieus zijn. Dus het is belangrijk om ook te zien, om ook heel realistisch te zien, oh, in die tijd is mij dat gegeven. En nu ben ik in een andere tijd, ben ik verder bewogen, zijn de tijden veranderd. En klopt dit patroon niet meer voor mij? Of klopt deze godsdienst niet meer voor mij? Of klopt deze manier van omgaan met anderen niet meer voor mij? Of voel ik dat ik het in mijn relatie anders wil doen dan mijn ouders? In familieopstellingen geef ik ook vaak de zin om uit te proberen van, om tegen de ouder te zeggen, kijk alsjeblieft vriendelijk naar mij als ik het anders doe dan jij. En dan hou ik nog steeds van je. En ben ik nog steeds jouw kind. En ben je nog steeds mijn ouder. Wat Osho aangeeft, het laten vallen van een patroon wat je niet meer dient, is hetzelfde als het gewoon laten
gevallen van een kledingstuk dat je niet meer past, dan ga je je ook niet schuldig voelen dat je dat kledingstuk laat vallen. En je gaat ook niet kwaad worden op het kledingstuk of het verbranden of het vertrappen of wat dan ook. Dat is niet nodig. Je kunt het gewoon laten vallen. En zo is het ook belangrijk als ouder om aan je kinderen geen vaste patronen of vaste regels of vaste kennis door te geven. Hoe verleidelijk het ook is, kan zijn vanuit een gevoel van het kind ergens willen binden door of zelf gezien te willen worden. In het verlangen dat jouw kind hetzelfde gaat doen als jij, of hetzelfde gaat denken, of hetzelfde gaat voelen. Dus dat is eigenlijk een soort bezitsdrang en heeft vaak te maken met het deep down niet vervuld zijn in jezelf en het in jezelf kunnen staan, maar iets van je kinderen nodig hebben. Maar het is belangrijk om in de plaats van je kind dus kennis en vaste patronen, vaste regels te geven, om in plaats daarvan je kind te helpen in het groeien van bewustzijn. Van het gaan zien en begrijpen van de dingen om het kind heen. En de moed, het te ondersteunen in de moed om vrij te zijn. En het je realiseren dat het kind onmogelijk jouw patronen kan voortzetten, omdat het kind leeft in een tijd die verandert en het ook een eigen ziel heeft. En met wat vanuit de eigen ziel komt en vanuit de veranderende tijden, hele andere dingen nodig zullen zijn dan wat nodig was voor jouw ziel en in de tijd waarin jij leefde en leeft. Dat is liefde. Als je je kind helpt om te groeien in bewustzijn, in het zuiver kunnen zien, in het begrijpen, in het leren zien en begrijpen wat nodig is voor wat het kind zelf tegenkomt, en in de moed om vrij te zijn, om het daarin te ondersteunen. Ik ben heel benieuwd naar jouw ervaringen met het loslaten van oude patronen, van patronen die je geleerd hebt en die jou niet meer dienen. En alles wat daar omheen gebeurt, of je dat herkent, het schuldgevoel of woede die opkomt of wat dan ook. En ook wat je ervaringen zijn in het omgaan met jouw kinderen. Met het zien van als jouw kinderen het op een andere manier gaan doen dan jij. Wat dat bij je oproept, bijvoorbeeld. Als je wil, kun je dat delen bij de reacties onder dit filmpje.